Ik ga vandaag schaken en dat doe ik hier bij Proeflokaal Hooghout aan het Zuiderdiep. Zij organiseren namelijk zomerschaken. Dat betekent dat het crème de la crème van de Groningse schaakwereld hier bijeenkomt om elkaars koning mat te zetten. En dat ga ik ook proberen. Maar één ding, ik heb het nog niet zo vaak gedaan. Maar voordat ik aan mijn schaakcarrière begin, spreek ik eerst nog even met organisator Maarten Roorda. Zomerschaken, wat houdt dat in? Dat houdt in dat iedereen die een paard van een loper kan onderscheiden, zich onsterfelijk kan maken elke woensdag in de zomer. Ja. Je hebt zelfs een hele toepasselijke das om. Ben je zelf ook een schaker? Ja, zo zou ik mezelf wel omschrijven. Ja, jammer genoeg kan ik niet meedoen, omdat ik moet het organiseren. Ik moet wat mensen opleiden. Maar het liefste speel ik zelf ook. Dus. Nou, ik mag het zo wel ondervinden. Heb jij nog een tegen tip voor Koen, mij? Hè? Ja, tegen Koen. Oeh, ja, Koen is een hele afwachtende speler, heel positioneel. Dus ik zou gewoon proberen niet te agressief, niet te veel pion zetten in de opening. En niks weggeven. Oei, nou, ik weet niet of ik dat kan, maar we gaan het proberen. Ja, ik heb heel zin veel in. Succes. Dankjewel. Okay. Aan dit toernooi doen wel meer dan 30 schakers mee en ik mag dus tegen Koen. Koen zijn schaakrating is rond de 2300 en dat is erg hoog. Wens elkaar altijd eerst even een prettige partij. En in dit geval met een rare box, maar prettige partij. Veel plezier. En dan zet ik hem aan, mag jij van start. Gelijk het centrum verdedigen. Ja, het is nog volgens de boekjes. Je bent extreem agressief met je pionnen. Zelf vind ik het echt heel erg leuk dat je echt alles aan doet om maar niet te verliezen. Ja. Dus het is echt wel heel vervelend om te verliezen met het spelletje. En daardoor, daardoor ben je geneigd om gewoon maar door te blijven puzzelen, ook als het heel moeilijk is. Hoe lang doe je het al dan? 25 jaar bijna. 25 jaar? Ja. Iemand die nog langer in het schaakvak zit, staat toevallig naar onze pot te kijken. Grootmeester Sipke Ernst, een hele eer. Ik ben op mijn 9e begonnen, dus ik ben nu al 33 jaar aan het schaken. Maar jij bent dus grootmeester. Dat is me nogal wat hier volgens mij in de schaakwereld. Hoe word je dat? Ja, heel veel potjes winnen tegen goede spelers. En dat heb ik in het verleden veel gedaan. Ik heb na hard werken en veel studeren de grootmeestertitel gehaald. En daar ben ik zelf nog steeds ontzettend trots op. Terug naar de pot. Ik moet er wel slaan, want dat is mijn zet natuurlijk voor niks geweest. Nee, ik snap hem. Ik zit in nu schaak. Daar gaat mijn paard. Oh, ik ben al gelijk schaak. Dat is niet goed. Volgens mij heb ik hem. De paniek. Oké. Nog een keer schaak. Heb je dat gedaan? Oké. Oké, we kunnen weer uit de adem halen. Precies, ja. Oh, dit is dus slim, want als ik jouw paard pak, dan pak je mijn toren. Ja, maar één staat weer schaak, dus daar heb je nog niet eens de tijd voor. Ja, het is echt het is vreselijk vervelend. Voel je het al een beetje dat het toch wel vervelend is om met zo'n schaakpartij te verliezen? Ja, we zouden het voor het echt niet spelen, hè? Dus dan sta je nu schaakmat. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, ik vond het echt leuk. Ja? Nou, onverwachts gespeeld, denk ik, toch? Onverwachts zeker, ja. Nou, jij hebt ontzettend goed gespeeld. Maar, ik heb er wel eentje. Ja, dat... ik denk dat hier genoeg zou je kunnen mee naar huis nemen. Ja. Nou, ik vond het wel echt heel erg leuk. Zullen we dan nu maar lekker een biertje drinken? Laten we dat doen. Cheers. Ja, proost. Nog een goede avond. Tot 1 september kan er elke woensdagavond geschaakt worden.